Vincent. Ik geef Rainbow Tai Chi en Qigong les bij het Mirror Center. En vandaag wil ik jullie een kleine introductie geven in wat basis, wat je thuis kan oefenen. Dus als je dit nu kijkt en je weet totaal niet wat Tai Chi is, dan het woord Qi, heb je misschien wel eens van gehoord, kan vertaald worden als levenskracht. En Tai Chi betekent eigenlijk de eindeloze rivier van levenskracht die door jou heen stroomt, terwijl je kijkt. Je ademt, je hart klopt, je bloed stroomt, hoop ik, bij mij ook. En dat, de Qi die doet dat dus. En in de Tai Chi lessen, daar focussen we op het optimaliseren van de flow van die levenskracht. En het heeft te maken met je hart, je gevoel, met je fysieke lichaam, met je mind, je gedachtes. En als die drie aspecten samen zijn, komt er ook een spirituele energie door je heen, wat ook als Qi omschreven kan worden. Nou ja, dat zorgt dus voor onder andere meer vitaliteit en creativiteit. Nou, een heel spectrum van voordelen. Maar om te beginnen sta je altijd met je voeten schouderbreedte. Dus begin even met van te kijken naar je voeten. Ik zie sommige mensen die staan bijvoorbeeld zo. Had ik zelf ook heel erg last van. Dus zet je voeten schouderbreedte en buig een beetje door je knieën. Dan zorg je dat je staartbeen een beetje is ingetrokken. Dus als ik het laat zien van de zijkant, kan je het iets beter zien. Mijn staartbeen gaat naar voren. Zo. Zie je, het is een hele subtiele beweging. Mijn stuitje trek ik in. Het topje van mijn hoofd strek ik omhoog. Alsof ik een onzichtbaar touwtje aan mijn kruin omhoog trekt. Waardoor ik mijn ruggengraat strek. Zie je, als je je rug strekt, kan de energie daar doorheen stromen. Zie je, dus ga even staan, voeten schouderbreedte. Knieën licht gebogen, staartbeen ingetrokken, kruin omhoog. En terwijl je zo staat, begin je als eerst even te zuchten. Om even alle spanning van de dag los te laten. Adem even in door je neus. Uit door je mond. En je zegt tegen jezelf, laat los. Laat los. Laat gaan. Zie je, voel dat je schouders relaxen. Voel dat je vingers zwaar worden. En terwijl je zo staat, lijkt er niet veel te gebeuren aan de buitenkant, maar van binnen voel je een soort golf van ontspanning door je heen gaan. Mag je nog een keertje zuchten. Leg je even beide handen op je buik. Zie, het begint met onthaasten, noemen we dat. Vaak zijn we de hele dag door best wel druk bezig. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk, je moet van alles doen. Maar voordat je je Tai Chi training gaat doen, wil je eigenlijk even uit dat gevoel van haast stappen. En dat doe je door je ademhaling te gebruiken. Dus gaan we nog een keer neus in. En mag je nu even je ogen dicht doen. En dan ga je focussen met je aandacht op je buik. Waar je handen liggen, net onder je navel. En dan voel je dat je lichaam grotendeels gemaakt is van water. En dat je dus met je bewustzijn kan stromen van je hoofd naar beneden, door je borst, naar je buik. Een vloeibaar gevoel. Dus doe je ogen even dicht. Ontspan je gezicht. Ontspan je voorhoofd. Ontspan je kaak. En dan ga je nu nog een keer met een zuchtend gevoel zinken in je lichaam. Dus van binnen voel je dat je met je aandacht naar beneden glijdt, door je keel, door je borst, helemaal naar je buik. Ik zie veel mensen zeggen dat ze rust willen vinden in hun hoofd. In Tai Chi zeggen we, rust vind je in je buik. Door met de aandacht naar die plek te gaan. Nog één keertje, sluit even je ogen. En zucht even alle haast van je af. Heel goed. En ontspan je armen. Gaan we nu de eerste beweging maken. Gaat als volgt. Ook hier, zorg dat je schouders helemaal relaxed zijn, met je armen relaxed zijn. Deze beweging die maak ik vanuit dit gedeelte van mijn lichaam. In Tai Chi noemen we dit gebied de Tantien. Dat betekent de zee van energie. Dus ik beweeg vanuit het centrum van mijn lichaam.
schouders zijn relaxed, mijn armen zijn relaxed. En de eerste oefening gaat om het loslaten van je gedachtes. Loslaten van oordelen. En dan gaan we, adem in. Rechterarm gaat omhoog. En op de uitademing laat je arm vallen. Heel goed. En van binnen zeg je tegen jezelf, laat los. Gaan we de andere kant, adem in. Laat los. En andere kant. Adem in door je neus. En laat gaan. Doe lekker mee. Oefen dit voor jezelf. En andere kant. Adem in. Als mijn hand omhoog gaat, nu, pauzeer ik heel even. En ik stop als het ware al mijn gedachtes van vandaag. Alles wat mij een stressgevoel geeft of waar ik me druk om maak. Stop ik in die handpalm, alsof ik het daar vasthoud. En dan laat ik het los, alsof ik een steen laat vallen op de aarde. Zie, de zwaartekracht helpt me daarbij. Dus ik adem in. Zie, dus het vallen zorgt dat de spanning uit mijn schouder wordt gereleased, als het ware, wordt losgelaten in de aarde. En dan ga ik naar de andere kant. Adem in. Hou me even vast. En laat los. Heel goed. Al je gedachten, al je gevoelens gaan in je gewrichten en in je spieren, in je bindweefsels zitten. En dat wordt een soort hardheid. In Tai Chi willen we alles zacht maken. Want als je zacht bent, kan je energie stromen. Dus dan gaan we nog een keertje. Voel dat je deze beweging weer vanuit deze plek in je lichaam doet. Zie je, sommige mensen die bewegen heel erg vanuit hun schouders zo. En probeer dan juist te zinken en vanuit hier te bewegen, vanuit je buik. Het gaat om contact maken met je buik. En gaan we ademen in. Heel goed. En nu, terwijl je inademt door je neus, ga je focussen op je voeten. Alsof je neus in de zolen van je voet zit en je ademt vanuit daar omhoog. Ademt energie vanuit de aarde omhoog. En gaan we ademen in. Zie, je ademhaling is heel belangrijk. Je ademt niet alleen met je neus, maar alle cellen van je lichaam ademen met je mee. En in Tai Chi zeggen we dat er een hele belangrijke energetische punt zit, ongeveer op de bal van je voet, bij allebei de voeten. En je ademt dus vanuit daar omhoog. En als ik uitadem, zinkt het weer naar beneden. En vooral als je later meer Tai Chi gaat leren, wordt het steeds belangrijker dat je dat gevoel van omhoog en omlaag leert kennen van binnen. Zie, dit is een interne training. Dus veel mensen denken, oh, het zijn alleen maar mooie bewegingen die ik aan de buitenkant doe. Maar nee, het gaat juist om de interne beleving, je gevoel, jij met jezelf. En de externe bewegingen zijn een uiting daarvan. Gaan we nog een keertje. Zie, dus je begint even hier, doe even lekker je ogen dicht. Terwijl je zo staat, voel dat je schouders helemaal relaxed zijn. Ellebogen zijn relaxed. Polsen, al je gewrichten, je vingers zijn allemaal relaxed. Voel dat je vingers zwaar worden. Ook je gezicht is ontspannen. En nu voel je ook een heel klein glimlachje op je gezicht. Dat noemen we de inner smile. Dat is heel belangrijk in Tai Chi. Gevoel van lichtheid. Zie, alles wat zwaar is, laat je naar beneden gaan. En ook in de natuur, alles wat zwaar is, gaat naar beneden. En wat licht is, gaat omhoog. Dus hoe meer jij jouw zware gevoelens naar beneden laat zinken, hoe meer lichtheid omhoog kan komen. Dus daar gaan we. Gaan we nog een keer hetzelfde doen. Dus zoals je ziet, de beweging komt vanuit hier. Ik zwaai mijn arm omhoog. Zie, zwaai. Dus oefen maar even één hand op je buik en die andere laat je arm gewoon helemaal relaxed zwaaien. Dan gaat ie. Zie, je hoort mijn ademhaling als ik uitadem. Komt vanuit mijn buik, andere kant. Zie, deze oefening kan je ook helpen voordat je iets gaat doen wat je heel spannend vindt. Een sollicitatiegesprek of iets waar je heel zenuwachtig voor bent. Presentatie of wat dan ook, of een eerste date kan ook, dat je voelt dat je verbindt.
verbinding maakt met je buik en je voeten. Daar zit die rust. En dat geluid bij het uitademen is daar, helpt daarbij. Dus dan gaan we. Hoe is die zwaai? Die komt vanuit je buik. En dan gaan we adem in. En nog een keertje adem in. Laat los. En bij je arm ontspannen. Pauzes, verdeel je benen los, want je staat de hele tijd dus met je benen, je knieën gebogen. Het kan in het begin een beetje zwaar zijn voor je benen, maar daar wen je op een gegeven moment aan. Nou, waarom is het loslaten nou zo belangrijk in Tai Chi? Omdat, wat ik al zei, die Chi, die levenskracht, die stroomt door al je weefsels die ontspannen zijn. Maar op het moment dat er wat stress in je lichaam zit, of wat spanning, of dat er wat vast zit, kan die energie daar niet doorheen stromen. Dus elke oefening in Tai Chi, zelfs als je het al, mijn leraar doet het al 50 jaar, zelfs dan is loslaten altijd de basis. Dat betekent namelijk dat je je lichaam opent en dan kan die energie er doorheen stromen. Dus ook alle andere oefeningen die je doet, op het moment dat je aanspant, stopt die energie met stromen. Dus je doet alle bewegingen compleet vanuit relaxed zijn. Dus heel veel succes met dit oefenen en het is de perfecte voorbereiding op het leren van Tai Chi. Dus veel plezier mee!